Easy Xerzo, deze video waar ik het over. Oh, ik heb dit pijn laten vertalen, wacht even. Nee, moet eigenlijk eens naar het Engels even. Oh, Engels staat hier. Oké, graag. Rockets Best Premium Joints voor naar Crew. Oké, nou wou ik het nou vertalen eigenlijk, want dan kon ik even dan vertellen waar het over ging. Nederlands staat hier, oké, vertaal. Ja. Sluit zich aan bij ja, snap jullie. Ja, ik heb het even dan vertaald, want dat is wel makkelijker dan ook aan mij te leggen. Maar in ieder geval, hey allemaal. Vanaf nu krijgt Fortnite Crew een boost. Naast Battle Royale, Battle Pass, 1000 V-Bucks per maand en maandelijkse Crew Pack. Met exclusieve items bevat de crew abonnement nu een bonus. Rocket Pass Premium in Rocket League. Geniet ervan een Fortnite crew lid te zijn, zelfs buiten Fortnite. Oké, ja, dat is wel interessant dat ze dat doen. Misschien gaan we dat later ook met. Wel, hebben ze naar meer Fall Guys of zo doen. Of misschien met een andere game die ze hebben. Fortnite crew voordelen. Met toegang tot de Rocket Pass Premium geniet Fortnite crewleden nu van de voordelen. Fortnite Battle Royale, Battle Pass, ja, 1000 V-Bucks, ja, elke maand het nieuwe. Ja, Crew Pack zeg maar. Oh ja, Rocket Pass Premium, ja. Exclusieve bonusvoordelen. Van de Rocket Pass Premium van het huidige Rocket League seizoen en toekomstige seizoenen terwijl je nog steeds bent geabonneerd. Ah, dat is interessant. Hij ook voor komende seizoenen, zegt hij. Ik had gewoon verwacht, zeg maar, de. Ja, ik weet niet tot de landen Rocket Pass in hoor, maar ik dacht nog deze maand of zo. Maar dan had ik denk niet nodig, trouwens. Misschien nog een paar maanden of zo, maar in ieder geval dan krijg je dus deze maand. Nee, volgende maand, sorry. Krijg je dus een nieuwe crew pack. En krijg je ook Rocket Pass Premium, maar dan krijg je dus ook bij andere toekomstige seizoenen blijkbaar ook, als je maar geabonneerd bent. Dus dat blijft dan misschien voor altijd of zo. Altijd als je abonneert, dan krijg je van de misschien Rocket Pass Premium of zo. Boordverzekeringen zijn alleen gegarandeerd voor dan geen de editie van de Fortnite Crew. Zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle abonnees op alle platforms. En kunnen van maand tot maand worden gewijzigd of worden stopgezet. Ja, op maand van het stopgezet, dat snap ik. Alleen, ja, niet op alle platforms, dat snapte ik niet helemaal. Ja, ik snap niet waarom die op alle platforms. Maar ja, misschien is het alleen voor in de Epic Game Store of zo. Misschien is het alleen via daar. Dat denk ik dan, anders zou ik niet weten waarom dat niet op alle platforms is. Je moet het op dezelfde console hebben. Dat kan ook natuurlijk. Dat je op dezelfde console moet hebben dat ze het anders niet doet. Ja, nee, misschien bij vooral een abonnees, dat snap ik niet helemaal. Ja, misschien als je geen Rocket League hebt of zo. Anders dan weet je niet echt waar je aan moet voldoen. Veel stelde. Oh, bouw de Rocket Pass Premium als ik mijn Fortnite Crew Pack abonnement opzeg. Ja, je bouwt je Rocket Pass Premium voor de rest van het huidige Rocket League seizoen. Zelfs als je abonnement opzegt. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon voor dat seizoen dat dan loopt, zeg maar. Dan heb je nog die pass. Fortnite Crew werkt op dezelfde manier met Fortnite Battle Royale Battle Pass. Je bouwt. Ja, maar dat weten we meestal wel, zeg maar. Daar ga ik even overheen. Ik heb me geabonneerd op de Fortnite Crew. Maar heb geen Rocket Pass Premium in Rocket League. Wat moet ik doen? Zie je Rocket Pass Premium toegang? Niet in Rocket League, zorg ervoor dat je een Epic Games account waarmee je hebt aangemeld in Rocket League dezelfde Epic Games account hebt in de. Dus je moet vanuit Crew Pack zijn, maar moet hetzelfde zijn als als jouw account in Rocket League. Dus die moet gekoppeld zijn, anders zit die niet. En wat is Rocket Pass Premium? Rocket Pass Premium is een upgrade om de mogelijkheid te ontrennen om extra in-game Rocket League beloningen te verdienen met Rocket Pass Premium geeft spelers ook extra wekelijkse uitdagingen in de Rocket League. Informatie Rocket League Season, Rocket League Pass Premium is te vinden op Rocket League's website.
Ja, voor mij is dat gewoon hetzelfde als in Battle Royale, zeg maar. Heb je dan die normale bundel, zeg maar, die van 1000 en die van 2800 volgens mij. En dat is dan hetzelfde gewoon hier eigenlijk. Dat is gewoon die extra pest, zeg maar. En je krijgt er ook iets anders voor. Om te levelen. Ja, ik kan wel even op die website kijken, maar voor mij staat het een beetje hetzelfde, denk ik. Dit in niet echt iets te staan eigenlijk. Nou, ik zit niet echt totaal, maar voor mij komt het wel in de buurt van wat ik heb gezegd. Wat happens if. Oh, hij heeft het net niet verteld. Vertel even alsjeblieft. Wat gebeurt er als er een nieuwe Rocket League seizoen wordt uitgebracht terwijl ik ben geabonneerd op Fortnite Crew? Als je geabonneerd bent op Fortnite Crew, ontvang je de Rocket Premium van het huidige Rocket League seizoen. Als een nieuwe Rocket League seizoen wordt uitgebracht terwijl je bent geabonneerd, ontvang je ook de Rocket Premium van dat seizoen. Ja, hetzelfde eigenlijk als die als de crew pack. Ja, voor net crew pack werkt hetzelfde, dat staat er ook. Dus zeg maar, als je geabonneerd bent en je zegt het. Ja, je zegt het op, zeg maar, dan krijg je die soms voor mij alsnog voor een nieuw seizoen, als ik het goed had. Ja, oh nee, je wordt uitgebracht terwijl je geabonneerd bent, oké. Okay. Ja, staat niet wanneer je het opzegt, daar staat niet bij. Wat als ik de Rocket Pass Premium van het huidige Rocket League seizoen al heb gekocht voordat ik abonnee werd op Fortnite Crew? Als je al de Rocket League Season Rocket Pass Premium hebt gekocht voordat je tijdens het seizoen geabonneerd werd op Fortnite Crew, wordt de eenmalige teruggave van 1000 credits toegepast op je account. Evenzo als je al de Fortnite Battle Royale seizoen Battle Pass had gekocht. Ja, dat is hetzelfde als met Battle Pass, zeg maar. Dus als je die Battle Pass helemaal had gekocht, dan krijg je dan de V-Bucks terug. Maar één ding snap ik niet. Als je nou zeg maar de Fortnite Crew hebt gekocht, of misschien staat er ergens, misschien later. Als je de Fortnite Crew in ieder geval hebt gekocht, en je hebt de Premium Pass al gekocht. Ah ja, dat kan trouwens. Ja, dat kan wel. Voordat je ze hebt gekoppeld, zeg maar, aan je Epic Games account. Krijg dan op je Fortnite account misschien V-Bucks of zo, en dan op jouw. Ah nee, want dat is trouwens alleen voor Rocket League misschien. Ja, ik weet niet. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Zeg maar, je hebt al die Rocket Pass al gekocht, zeg maar, in Rocket League. En daarna. Nee, daarna, maar je hebt tegelijkertijd ook de Crew Pack gehaald, zeg maar. En daarna gingen ze pas koppelen aan je Epic Games account. Ik ben benieuwd wat ze dan doen. Of je dan geld, ik bedoel, V-Bucks krijgt, of credits voor Rocket League. Ik ben hier bij Fortnite Crew, wat is het? Ja, hij staat wel naar een nieuwe. Wat Fortnite Crew? Ja, het kost 12 euro per maand. Kijk, 1000 V-Bucks en een skin. En de Battle Pass en 950 V-Bucks als je de Battle Pass al hebt. Hoe abonneer ik op mijn Fortnite Crew? Je kunt abonneren op Fortnite via Tabblad Anjeshop of Battle Pass. Je kunt je niet abonneren op Fortnite Crew in Rocket League. Oké, je moet dus echt Fortnite openen. Dan kan ik mijn Fortnite Crew abonnement opzeggen. Je kunt Fortnite Crew abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Zelfs na annuleren blijft uw lidmaatschap van kracht. Tot het einde van uw huidige facturingsperiode. Je behoudt alle eerdere toegekende Battle Pass, V-Bucks en Crew Pass en de Premium Rocket Pass items moeten we. Het proces van het aanleden van je abonnement is afhankelijk van het platform waar je op je hebt aangemeld. Voor Fortnite Crew bekijk de stappen om op te zeggen. Ja, dan moet je dus hier naartoe. Vind je meer informatie over Fortnite Crew? Ga naar, dan moet je dus hier zijn. Ja, dat was het eigenlijk wel voor deze video. Ja, misschien gaat het zelfs doen met Fall Guys, wie weet. En voor mij blijft het dan ook misschien even, want ze zijn fel voor de aankomende seizoenen. Dus ik denk wel dat het ook zo blijft, zeg maar. Misschien gaan ze ooit zoiets doen in Rocket League, zeg maar. Als je in Rocket League iets koopt, dat je dan in Fortnite, zeg maar, ook krijgt. Ja, daar hebben ze geen subscription per maand, maar misschien komt die ooit ook. Misschien ooit, ik weet niet. Maar in ieder geval, dit was voor deze video. Ik hoop dat jullie het interessant en leuk vonden. Vergeet niet om te liken en te abonneren.